neem mij zoals ik ben, Heer, met al mijn angst en falen. Vul mijn hart opnieuw, ik geef mij aan u over, met alles wat ik geloof, Heer. Welkom, lieve mensen, deze laatste dienst van het jaar 2021. En we mogen in een dienst nog even terugblikken naar het afgelopen jaar, de afgelopen maanden. En zien wat de Heer ons daarin gegeven heeft. Want we mogen het thema heel duidelijk voorhouden. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Dat mogen we heel duidelijk uitspreken. En zullen we allereerst deze dienst ook in handen van de Heer leggen. O Vader, dank u wel dat we hier nog voor een laatste keer in dit jaar bij elkaar mogen zijn. En weliswaar hier niet in de zaal, maar thuis voor de beeldbuis. Heer, wilt u ons zegenen, deze laatste dienst. Heer, aan ons laten zien dat u zo dichtbij bent geweest. U heeft ons gezegend in de afgelopen dagen. U heeft telkens laten zien dat u dichtbij bent, dat u alles wil geven wat nodig is. En Heer, dat willen we vieren. En met dat vertrouwen dat we mogen hebben, mogen we ook zo het nieuwe jaar ingaan. Dank u wel, Heer, dat u zo wil geven. En zo staan we voor uw aangezicht en we spreken het heel duidelijk uit dat onze hulp van u is. Schepper, maker van alle dingen, onderhouder ook daarvan, u die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat uw hand eens is begonnen te doen. Genade en vrede zij ons van u, Vader, Zoon en Geest. Amen. Mogen met elkaar vanavond nog enkele liederen zingen.
Maar we mogen ook het woord laten klinken. En ik zei het u al, ja, we hebben te maken met een God die mensen wil dragen. En Gods woord zegt dat ook heel duidelijk. En daar mogen we bij stilstaan. Allereerst willen we echter ja, de namen noemen van al degenen die het afgelopen jaar ja, ons zijn ontvallen, zijn ontslapen. En we willen deze mensen allemaal noemen, alle namen noemen en vervolgens ook bidden voor ja, de nabestaanden, degenen die verdrietig zijn achtergebleven. En mag ik u dat zo voorhouden? Op 26 januari allereerst ontsliep Anna Maria Kuipers Molenkamp, Anja. En ze werd 98 jaar. Haar familie liet via de rouwkaart het volgende weten. Na een lang en gezond leven heeft de Heer onze moeder, groot en overgrootmoeder, thuisgehaald. Ons hart is verdrietig, omdat we haar moeten missen. Maar we zijn dankbaar dat ze nu bij haar Heer mag zijn. Als Bijbeltekst werd Psalm 27 vers 4 meegegeven en die zegt: vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik niet nodig, wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven, wil bij hem zijn in de tempel, dan zal ik zien hoe goed hij is. Wel dat verlangen kenmerkte Anja. In de vroege ochtend van zaterdag 3 april eindigde het aardse leven van Eunice Ruguru Duim Titi. Zij is 46 jaar geworden. Ze werd geboren op de dag voor kerst, de dag van de geboorte van haar Heer en Heiland. En ze overleed op de dag na Goede Vrijdag, de dag waarop haar redder Jezus Christus zijn leven gaf, ook voor haar. In de dankdienst voor haar leven mochten we delen vanuit Hebreeën 12, de versen 1 en 2... waarin gesproken wordt over geloofsgetuigen die ondanks strijd en moeite de ogen gericht wilden houden op de Heer. En van Eunice mogen we ook zeggen dat ze ondanks de strijd, moeite en ziekte in haar leven Jezus wilde volgen en geloven. Op 6 april ontsliep Christina Carolina Woning Kuipers, Stien. Ze mocht de gezegende leeftijd van 91 jaar bereiken. En haar familie liet op haar rouwkaart liefdevol weten dat hun lieve moeder, oma en overgrootmoeder in haar Heer en Heiland is ontslapen. En dat is een geloofsgetuigenis. Boven de kaart stond ook een mooie en bemoedigende tekst uit Jesaja 46 vers 4, waar de Heer tegen zijn volk zegt: tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal u dragen en redden. Stien heeft deze God zo tot in haar ouderdom mogen ervaren als een God die je wil dragen. Op 16 april ontsliep Roelof Slender in de leeftijd van 88 jaar. Zijn familie omschreef zijn verlies met de woorden verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne jaren die we samen hebben gehad, nemen wij afscheid van onze lieve vader, schoonvader en opa. Roelof hield van de psalmen en daarom is in de dankdienst voor zijn leven gedeeld over Psalm 23, waarin de Heer als een hele goede en zorgzame herder wordt geschilderd. En daarnaast is ook het 10e vers van Psalm 68 belicht. En deze tekst zegt: gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. En vanuit deze twee psalmen hebben we zo bemoediging en vertroosting mogen ontvangen en mogen horen hoe genadig, liefdevol en zorgzaam onze God wil zijn. Op 31 maart ontsliep Hermanna Petronella Berkhoff Bomert, Herma, in Nazareno, Brazilië. Herma is 65 geworden en haar familie schreef op de rouwkaart: verdrietig, maar met onuitwisbare herinneringen hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze prachtige moeder en geweldige oma. We zijn dankbaar
dat we mogen weten dat Herma na een dappere strijd tegen het coronavirus nu mag rusten in de armen van haar hemelse vader. Dankbaar zijn we voor alles wat zij ons en velen in Brazilië heeft gegeven. We houden van je. En met die dankbaarheid in het hart en die wetenschap dat Herma vanuit de gezindheid van de Heer Jezus liefde heeft willen uitdelen, mocht de dankdienst voor haar leven worden gehouden. Op 30 juni is Hendrikus Johannes Brink, Henk, ontslapen. Henk is 75 jaar geworden. En zijn familie schreef boven de rouwkaart met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, geven wij kennis van het overlijden van mijn geliefde echtgenoot, onze lieve vader en fantastische opa. De Bijbeltekst die op de kaart werd gezet vinden we in Johannes 11, vers 25, waar we de Heer Jezus horen zeggen: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dit is een geweldige tekst waarin het hele evangelie is samengevat. In de dankdienst voor het leven van Henk hebben we deze tekst centraal mogen stellen en mogen benadrukken dat er leven is voor degene die de Zoon heeft. Op 21 oktober is Henriette Wilhelmina Elisabeth Kuiper Brinksken, Mimi, ontslapen. Haar familie omschreef het verlies als volgt: met dankbaarheid voor alle mooie jaren, maar verdrietig omdat wij haar zullen missen, laten we jullie weten dat na een periode van wisselende gezondheid, in de leeftijd van 94 jaar is thuisgehaald onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma. Op de rouwkaart werden nog de volgende woorden uit Psalm 5, vers 12 gezet: verheugen zullen zich allen die schuilen bij u, aan hun gejuich komt geen einde, omdat u hen beschermt. Dit schuilen bij de Heer kwam vervolgens in de dankdienst voor haar leven terug met de lezing en overdenking van Psalm 91, waarin zo krachtig wordt gezegd: wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vannacht in de schaduw des Almachtigen. Op 12 november ontsliep Betty Rinkes de Poel in de gezegende leeftijd van 92 jaar. Haar familie omschreef haar verlies als volgt: bedroefd, maar ook blij dat ze is thuisgehaald door haar Heer en nu mag zien wat in geen mensenhart is opgekomen, moeten wij afscheid nemen van onze lieve en unieke moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. We zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft. Boven de kaart plaatste de familie ook nog de tekst: duizend sterren, duizend stralen zijn de weerglans van uw pracht. Daarmee komt gij mensen halen uit hun ziekte, uit hun nacht. In de dankdienst voor het leven van Betty mochten we de Heer groot maken en danken voor wat hij door haar leven heeft kunnen laten zien aan liefde. Op 24 december, kerstavond, ontsliep Eduard de Jong op 58-jarige leeftijd. En op de rouwkaart schreven zijn beide zonen Bert-Jan en Lars de woorden: altijd gestreden, nu heb je rust. Onze lieve vader en biker is heengegaan. Eduard bezocht regelmatig onze samenkomsten en heeft ook actief meegedaan aan enkele cursussen over hoe je kunt groeien in je relatie met de Heer Jezus. En we mogen zeggen dat hij zijn Heer en Heiland van harte lief had en wilde volgen. Hij was een betrokken, warme man met een groot hart. Zullen we samen nog bidden voor allen die verdrietig zijn achtergebleven? O Vader, we hebben zojuist de namen genoemd van al de broeders en zusters die in het afgelopen jaar zijn ontslapen, uit ons midden zijn weggenomen. Maar we mogen weten, Heer, dat ze hun intrek bij u hebben genomen. Heer, daar vertrouwen we op, daar geloven we heel duidelijk, want ze hebben allen beleden dat ze u in u geloofden, Heer Jezus, en dat ze u wilden volgen. En dan mogen we weten, en dat heeft u zelf gezegd, dat u dan een plaats heeft bereid voor hen.
en dat ze bij u mogen zijn. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten, Heer, en dat dat ook een geweldige troost is. Maar Heer, er is wel het verdrietige gemis. En ik wil u zo bidden, Heer, voor alle nabestaanden. Wilt u met uw liefdevolle hand zo op hun leven zijn en die troost geven, Heer, die u alleen kunt geven. Heer, dat willen we u bidden. Wilt u hen zo omringen, Heer, en ja, die diepe rust ook geven die u zo mogelijk maakt voor mensen. En Heer, geef dat ze het allemaal ook van u willen verwachten. Dat ze het bij u zoeken, daar waar het te vinden is. Heer, en zo kijken we vanavond terug naar het afgelopen jaar. En we mogen zien dat u ons gezegend heeft. Dat u heel veel gegeven heeft. Uw barmhartigheden zijn nieuw elke morgen. Ze houden niet op. Heer, dat hebben we mogen zien. Ook al was er ook verdriet en moeite, en pijn en zorg. Maar in al die dingen bent u bij ons geweest. U bent een God die ons wil dragen, Heer. En we danken u daarvoor. We loven en prijzen uw machtige naam dat u zo bent. U bent een God van liefde. En u heeft dat ook ja, met het kerstfeest ook weer zo duidelijk laten zien. Dat u uw hemel heeft leeggegeven. U heeft uw zoon naar deze wereld laten neerdalen. Om mensenkinderen ja, te betalen, te kopen. Hun zielen te kopen met uw eigen bloed. O Heer, wat is dat een geweldig wonder. En wat is dat een teken van liefde. En zo willen we u bidden, wil ons een gezegende laatste dienst geven van dit jaar. In Jezus' machtige naam. Amen. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Schijn met uw licht in mijn hart, dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Schijn met uw licht in mijn hart, dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal. Met liefde en kracht, we zingen heilig, heilig.
kinderen, zie ons ver buiten de huren van hem. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. Ja, want Jezus is hier. Kinderen, zie ons ver buiten de herinneren van hem. Die ons lief heeft. Hij is verrezen. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. Hij is verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Zal hij prijzen, hij is verheerlijkt voor eeuwig verheerlijkt. De schriftlezing die ik u vanavond wil voorhouden is uit Exodus 19. En daaruit wil ik u drie versen lezen, de versen 3 tot en met 6. Dat is het gedeelte waarboven is geplaatst Mozes op de berg Sinaï. En Mozes hoort hier woorden van de Heere God. En hij moet die boodschap tegen het volk gaan voorhouden. Dan lezen we het volgende. Toen klom Mozes omhoog naar God en de Heere riep op hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, tot zover deze schriftlezing. En daar willen we met elkaar over gaan nadenken. En ik zei het u al, thema van deze dienst is dag aan dag draagt hij ons. En lieve mensen, deze laatste dienst van 2021... ja, willen we dat in het teken stellen van die heerlijke bemoediging dat de God van de Bijbel een God is die zijn kinderen wil dragen. En we hebben zojuist gelezen, hè, dat Mozes op een zeker moment die berg Sinaï beklimt. En hij moest die berg beklimmen om van God een boodschap te horen. En het eerste dat God Mozes dan voorhoudt, dat is: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaar gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen heb en u bij mij gebracht heb. En lieve mensen, wat een liefde, wat een zorg en wat een bescherming spreekt daaruit. Amen. Jullie hebben met eigen ogen gezien, zegt de Heer, aan den lijve ervaren, hoe ik jullie verlost heb van jullie vijanden
jullie vervolgens op arendsvleugels gedragen heb, bij mij heb gebracht. En lieve mensen, ja, wat spreekt dit van een heerlijke, ja, allesomvattende zorg, toch? God kijkt dus allereerst met Mozes en over zijn hoofd heen met het hele volk terug naar waar ze vandaan zijn gekomen. Wat zeg ik? Vandaan zijn gehaald. En hoe hij ze met liefde en met zorg heeft omringd. En dat moet Mozes het volk allereerst voorhouden. Ik heb jullie verlost, zegt de Heer. Ik heb jullie bevrijd. En ik heb jullie bewaard en gedragen en alles gegeven wat je nodig had. En Mozes en het volk wisten maar al te goed dat God de grote leider, de grote behoeder en de grote drager van zijn volk was geweest. Tijdens die woestijntocht die ze moesten maken, hebben ze dat ervaren. En in Deuteronomium 1, vers 31 wordt het ook zo geweldig en liefdevol verwoord. En ik wil u dat ook meegeven. Daar staat, hoe de Heere uw God u droeg, zoals een man zijn kind draagt, op heel de weg die gij gegaan zijt, totdat gij op deze plaats gekomen zijt. Wat een geweldige woorden. En ook de schrijver van Psalm 68... baseert daar ook weer zijn lofprijzing op. En u moet die psalm maar eens voor uzelf doorlezen. Want hij weet dat de Heere God dag en dag zijn volk draagt. En hij roept in Psalm 68, vers 20 heel krachtig uit. Gelooft zij de Heere, dag en dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Lieve mensen, wat de mensen onder het oude verbond mochten geloven over Yahweh, over de levende God, dat is in Jezus Christus volle werkelijkheid geworden. God heeft deze wereld zo lief gehad, dat hij zo uiterst ver is gegaan voor zijn mensen, om zijn Zoon Jezus naar hen toe te sturen, om zichzelf voor hen weg te geven, ja, om hun zonde en hun schuld op zich te nemen en weg te dragen. En we hebben daar zojuist weer dat prachtige feest over gevierd met kerst. Jezus Christus is de goede herder die zijn volk leidt en die zijn volk draagt. Hij is de grote hoge priester die zijn volk in de tegenwoordigheid van God draagt. Zo mogen we dat heel duidelijk zeggen. En nergens anders is dat beeld, die symboliek van de Heer Jezus die zijn volk door het leven wil dragen, duidelijker uitgewerkt dan in de persoon van de hoge priester. En daarom willen we ook in deze oudejaarsdienst in enkele momenten ook de persoon en de bediening van de Israëlische hoge priester ons verdiepen. En dat is een typebeeld van Jezus Christus. De hoofdfiguur in de godsdienst van de Israëlieten was ongetwijfeld de hoge priester. Hij behoorde tot de stam Levi en ook van het geslacht van Aaron, die de eerste hoge priester werd. En de hoge priester droeg een heel bijzonder ambtsgewaad, hè, ambtskleding. En die zat vol met zinnebeeldige waarden, fijn linnen ondergewaad, prachtig geborduurd opperkleed, een gordel, een tulband, een gouden voorhoofdsplaat en een efod. Dat is een kort kledingstuk dat tot aan het middel reikte, waarop vervolgens het borstschild was vastgemaakt met kettingjes. En op dit borstschild, daar wil ik nu even de aandacht op vestigen, want op dit borstschild werden 12 edelstenen vastgemaakt in gouden zettingen. En op elke edelsteen moest de naam van een stam worden gegraveerd. En natuurlijk had dit een diepere betekenis en die is ook niet moeilijk te achterhalen, want de stenen vertellen
dat hij het volk dichtbij zijn hart droeg. Dat was het beeld. Als hij in functie was, en dat was hij elke dag, droeg hij het volk, vertegenwoordigd in de namen van de 12 stammen, tot in de tegenwoordigheid van de God van Israël. En de hoge priester zei hiermee: God, dit is het volk waarvan ik houd, waarvan u houdt. Toon het uw liefde, Heer. Toon het uw tedere en trouwe zorgzaamheid, terwijl het dag in dag uit haar reis door het leven voortzet. En Heer, u ziet de worstelingen, u ziet de strijd, u ziet de beproevingen, u ziet de pijn, u ziet de moeite. En laat deze mensen uw liefde ervaren. Jij en ik, u en ik, we mogen weten, Jezus is de hoge priester. En hij leeft altijd en hij houdt zielsveel van je. Dat mogen we heel duidelijk weten. En als hoge priester draagt hij ons, zijn kinderen, zijn volk, op zijn schouders. En op de efod, en we noemen het zojuist al even, dat was dus dat korte bovenste gewaad dat tot net over het middel reikte, waren op de linker en op de rechterschouder elk een grote edelsteen vastgezet. En op elk van deze edelstenen stonden 6 stamnamen. Dus in totaal de 12 stammen. De betekenis van deze stenen was duidelijk. Als hoge priester droeg hij het volk met al haar lasten, al haar problemen, op zijn schouders naar en ook in de tegenwoordigheid van de Heere God. Zien we dit beeld voor ons? En hierin is deze hoge priester van het oude verbond opnieuw een typebeeld van de grote en blijvende hoge priester Jezus Christus. En wat zegt het beeld nu? Jezus draagt al zijn kinderen, ook jou, ook mij, op zijn schouders. Hij heeft sterke en liefdevolle schouders. Hij kan heel het volk dragen. Hij draagt ons, juist ook als wij het zelf niet meer verder kunnen. Als de zorgen ons overweldigen, als de zorgen ons verzwakken. Hij heeft je gedragen het afgelopen jaar, dat nu bijna voorbij is. En soms dacht je misschien bij jezelf: Heer, waar bent u toch? Ik zie u niet meer en ik heb u zo nodig. En ik moest denken hierbij aan dat beeld, aan dat gedicht dat u misschien wel eens heeft gelezen, gezien, over die indrukken van voetstappen in het zand. Je wandelt met Jezus door het mulle zand van de levenswoestijn. En met hem bewust aan je zij, voel je natuurlijk goed. En de sterke held gaat aan je zij en daar kan je niets overkomen, denk je bij jezelf. Moeilijkheden bleven je echter niet bespaard. Er waren momenten in je leven dat je dacht: Heer, waar bent u nou? Waar bent u? Het ging net zo goed en er waren geen problemen. Ik had vreugde in mijn ziel. Maar toen ik in moeilijkheden kwam, zag ik u nergens en ik voelde u ook nergens. Ik zag uw voetstappen in het zand niet meer naast me. Heer, waar was u toch? En het antwoord van de Heer kwam als een openbaring. Mijn kind, toen je maar 1 paar voetstappen in het zand zag en dacht: de Heer helpt mij niet meer. Toen juist, toen droeg hij je op zijn schouders. En daarom zag je maar 1 paar voetstappen. Ik droeg je, mijn kind. En de boodschap aan het einde van dit jaar is dat Jezus je dragen wil alle dagen van je leven. Dicht aan zijn hart wil hij je houden. Denk aan het beeld van die hoge priester. Dicht aan het hart, op het hart.
En dat is een plaats van liefdevolle intimiteit. Dat is een plaats van warmte, plaats van geborgenheid. En ik roep je op, laat je ook aan zijn hart dragen. Deze laatste momenten van 2021 en vervolgens elke dag van het nieuwe jaar 2022. Elke dag die God je wil geven. En op zijn schouders wil hij je dragen. Dat mogen we echt heel duidelijk zeggen, want de Bijbel zegt het. Voel je je verloren? Voel je je wellicht afgedwaald? Ben je hem kwijt? Wel, weet één ding heel zeker. Hij zoekt naar jou, ook in je verlorenheid. En hij wil je terug naar de kudde dragen. Dat is zijn verlangen, zijn hartsverlangen. En ik roep je op om hem te vertrouwen. Geloof dat hij je draagt met al je last, met al je zorg, met al je pijn. Hij draagt je op zijn sterke, eeuwige schouders. Denk niet in het moeilijkste moment, Heer, u bent er weer niet en ik heb u juist zo nodig. Als je maar één paar voetstappen ziet in het zand van je levenswoestijn, kun je er zeker van zijn dat hij je draagt. Houd goede moed. Hij draagt je door het leven. En ik nodig je uit met de psalmist je geloof te belijden en dat elke dag die God je in het nieuwe jaar geeft te blijven doen. Dag aan dag draagt hij jou, u en mij. Die God is ons heil. Amen. Daar zijn geen grenzen. Staan voor zover mogelijk. Is hier een hart vermoeid, verward, gevuld door angst en strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Aan wie in hem geloven, toont hij zijn heerlijkheid. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht, ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Zorggedrukt, leg dan uw lasten neer. Toch niet langer voort, vertrouw op zeer het woord. Hij hoort uw stem, u krijgt van hem zijn liefde altijd weer. Zodat u zult geloven, niets is onmogelijk meer. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.
vasten aan Jezus' macht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Zullen we samen danken? O Vader, dank u wel dat we zo deze laatste dienst met elkaar mochten houden. En dat we dankbaar mochten terugkijken naar een jaar waarin u ons heeft gedragen. U bent de God die uw mensenkinderen wil dragen. U zegt tegen ons, je hoeft het niet in eigen kracht te doen, maar ik wil je door het leven heen dragen. Verwacht het toch in ieder opzicht van mij. En Heer, u zegt het op zoveel plaatsen in uw woord, dat we dat telkens mogen doen. En het is ook zo prachtig dat u zelf ook, Heer Jezus, ooit heeft gezegd, kom toch bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Heer, dat is een geweldige belofte en u maakt deze ook telkens weer waar als wij maar bij u willen komen. En zo mogen we een nieuw jaar tegemoet zien en weten dat u ons niet zult verlaten, maar dat u met ons meegaat, dat u ons ook daarin wil zegenen en wil dragen. En zo mogen we ook die zegen vanavond ontvangen. De liefde van God, onze almachtige Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons, totdat de Heer Jezus terugkeert, zoals hij beloofd heeft te zullen doen. En o Heer, wij zien daarna uit en we zeggen Maranatha. Kom alsjeblieft terug in Jezus' machtige naam. Amen. Wel, broeders en zusters, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze laatste dienst van 2021. En rest mij nog om u een hele fijne jaarwisseling te wensen en natuurlijk een voorspoedig en gelukkig en vooral gezond 2022. Heer zegent en leidt je, als hij jou ziet dan straalt hij, want hij geeft om jou, de Heer ziet je. Hij geeft je rust. De Heer zegent en leidt je. Als hij jou ziet, dan straalt hij, want hij geeft om jou. De Heer ziet je, hij zoekt je, hij geeft je rust. Amen, amen, amen. Generaties geeft hij leven bij je kinderen.